Afgelopen week hebben we met heel veel mensen hier gebuffeld om het allemaal voor elkaar te krijgen. Binnen 1 week een See Buy Fly winkel van 600 vierkante meter van top tot teen verbouwen? Schiphol Airport Retail bewijst dat het kan. Het oude interieur van de chocolade, drank en tabakswinkel in Lounge 2 was hard toe aan een opknapbeurt. In plaats van een langdurige verbouwing werd er gekozen voor de ultieme uitdaging. Een complete makeover in slechts 1 week. Nadat de winkel in 24 uur was leeggehaald en gestript, kon de rigoureuze verbouwing beginnen. Elke dag stonden gemiddeld 35 man op de werkvloer om de klus te klaren. Na 8 dagen en 4 nachten aan één stuk doorgewerkt te hebben, was het eindelijk zover. De compleet nieuwe winkel was klaar voor opening. Als je achteraf kijkt, we hebben de uitdaging aangegaan om in 8 dagen deze winkel te bouwen. Als ik het aan iedereen zou vragen, hadden we graag nog 1 dagje extra willen hebben. We hebben de deadline gehaald. We zijn 11:55, waren we helemaal klaar en konden de kassa's open. De grootste verandering in deze winkel zijn, we hebben een schitterende humidor gekregen, daar zijn we heel erg blij mee. Het licht is heel erg belangrijk in deze winkel, hij is veel lichter dan de vorige. Oppervlakte, iedereen zegt als ze binnenkomen, god wat een hele grote winkel, wat is die winkel groot geworden? Helemaal niet groter geworden, we hebben alleen heel veel dingen eruit gehaald. Hele mooie wijnwand waar ik trots op ben, die we tot nu toe niet hadden. Ik ben verschrikkelijk trots op dit eindresultaat. We hebben met mannenmacht ongelooflijk hard gewerkt. Het is echt een schitterende winkel en iedereen die hier binnenkomt zegt dat hij verschrikkelijk mooi is geworden. En ik ben echt heel erg blij met dit resultaat. U vindt de nieuwe See Buy Fly winkel achter de paspoortcontrole in Lounge 2.